Deze samenvatting wordt mede mogelijk gemaakt door de ASWH Business Club. Thank you.
te maken is Nels van Bril. Jack, de eerste thuiswedstrijd in de derde divisie met 4-2 winnen van IJsselmeervogels. Dat is mooi. Ja, dat is geweldig. Ja. Vooral als je de eerste wedstrijd, die speel je gelijk. Je trainers hebben allemaal wat, weet je. En dan denk je, tweede wedstrijd IJsselmeervogels, dan Jong Groningen uit. Dan ga je verder, denk je, we moeten wel een paar punten pakken, weet je. En afgelopen week tegen Sneek hebben we er wel twee laten liggen, denk ik. Tenminste, wel, als er één moet winnen, zijn wij het zeker. En vandaag heel erg nieuwsgierig van waar staan we, weet je wel, ten opzichte van IJsselmeervogels. Ik moet zeggen, we hebben natuurlijk, iedereen is in de gloria. Oké, het scorenverloop is dat ook wel een beetje, zit ietsje mee, want het is wel heel erg verdiend. En daarna de
We hebben echt keihard gewerkt. We hebben de eerste helft ging gelijk op. En dan wij wat sterker, dan zij wat sterker. Maar toch iedere keer weer vooruit verdedigen. En dan kom je natuurlijk ook 1-1 te staan. Maar oké, ja, dat moet. Als je dat niet doet, dan loop je achter de feiten aan. Dus dit elftal zit wel heel veel vechtlust in. Dat hebben we natuurlijk vanaf maart ongeveer gezien, weet je wel, van het afgelopen seizoen. En vooral tegen Noordwijk, want ik denk van wauw, wat is dit nou toch? Echt een bepaalde onverzettelijkheid in het elftal. Toch allemaal karakters die absoluut de wil hebben om te winnen. Ja, als je dat dan vandaag weer ziet, dan denk ik, oh, een tweede helft. Echt, je maakt dan wat gelukkig die 2-1, maar daarna dan wordt het 3-4-1. Dan kan het ook 5-6-1 worden. Natuurlijk gaat IJsselmeer nog veel meer vooruit voetballen en geven ze meer ruimte weg. Waardoor makkelijk ook de 4-1 ontstond? Ja, wat is makkelijk? Je moet ze er wel inschieten altijd natuurlijk. En dat is wel eens ons probleem geweest natuurlijk. Maar ja, we kunnen heel behoorlijk voetballen. Maar we kunnen ook, als we de bal niet hebben, heel stug zijn. Dus dat is wel, dat is wel mooi. Peter, je eerste doelpunt van ASWA in de competitie. En die maak je tegen IJsselmeervogels. Hoe mooi is dat? Ja, dat is leuk. Ja, weet je, het maakt niet uit tegen wie je scoort uiteindelijk. Hè. Hij kwam goed en maakt gewoon die goal. Nou, ja, op zich maakt het echt niet uit tegen wie je de goal maakt. Hoor. Je speelt een goede wedstrijd. Ja, dankjewel. Ja, ik moet doen wat de trainer me opdraagt. Hè. Nee, het is gekheid. Maar ja, het voelde goed. De verdediging van hun was niet zo heel best, dus kon ik mijn gang gaan uiteindelijk. Er werd al gezongen Peter in Oranje. Wat vind je daarvan? Ja, dat doen ze nou nog, hè. Nou, dat is leuk, joh. Het voelt goed, toch? Als je net nieuw bent hier en je krijgt zulke leuzen naar je hoofd gegooid. Ja, dat is mooi. Mooie ontvangst. Ja, zeker. Ik ben er goed en blij mee. Dus laat hem maar lekker zo blijven. ASWH-TV is ook te volgen op social media. Like onze Facebookpagina en volg ons op Twitter. Deze samenvatting werd mede mogelijk gemaakt door de ASWH Business Club.